had die hele hap muffin niet eens doorgeslikt. Je weet wat er dan was gebeurd. Dan moet ik naar het ziekenhuis voor een pinda-provocatietest. Wat dat ook mag betekenen. Hier en nu ben ik vrij. Mag ik zeggen wat ik wil. Ik mag zijn wie ik wil. Denken wat ik wil. Voelen wat ik wil. Hier lopend reist het besef. Een gele ster is geen protest. Zo'n enkelband is toch anders dan gewoon thuiskomen. Aan het begin voelde het raar. Ben ik dan zo'n gevaar? Je hebt het gevoel dat je continu gevolgd wordt en je lijkt vrij, maar dat ben je echt niet. Ze maken er soms ook een beetje grapjes over. Het is oké. Mijn collega's vertel ik het toch liever niet. Ben je van de zwarte kousen, liefje? Zwarte kousen doen erg weinig voor je, hè? Kousen altijd één tint donkerder dan het eigen been en dan twee over elkaar heen. En ik ben de vader van Demi. Ik weet niet of ik je daarmee moet feliciteren. Geef niet. Iedereen is wel eens onzeker. Deal ermee. Wees een vent en bied je excuses aan. Maar het is niet leuk als iemand anders zich daardoor shit voelt. Dus ik kap ermee. Hashtag pesten is voor losers. Ma, je bent wakker. Alsjeblieft. Geef eens wat anders dit jaar en verras elkaar.